nummer 2. Snel naar de kop van het veld, want in welke ronde zitten we inmiddels? We zitten in ronde nummer 13. En is dat wellicht zo dadelijk dat we de laatste ronde ingaan? Dan moeten we dat natuurlijk even in de gaten houden. Het is natuurlijk niet heel erg ziek als je de winnaar mist die over de streep gaat. 1.39 wordt er nu neergezet op Bram Beelen. Dat is wel duidelijk dat de banden wel echt wel het beste gezien hebben. Oh, dat is niet de bedoeling. Bram Beelen dus, toch wel redelijk probleemloos van kop tot staart tot nu toe aan de leiding heeft gereden. Voor Mark Vermeer en de Mark de Vries. Dus Jan-Wim Ensing die het nog wel kan proberen in deze, denk ik dat dit de slotronde is. Voor Giel de Haan die Rutger Mahuur van zich af heeft weten te stoppen. Want die kijkt opeens naar zijn teamgenoot. En dit is natuurlijk een mooi teamgevecht in deze laatste ronde. Rutger Mahuur die dus wellicht een fout gemaakt heeft. En nu opeens achter Arjan Been kijkt. En kan Arjan Been dan nog P6 overnemen. In deze slotfase. Beste Wobbers is dus op 8 voor Wilco Smit. Gaan ervan uit dat daar niks meer gaat gebeuren. Jan Veenstra teruggevochten naar P10 nadat hij vanaf P3 gestart was. Marcel Dekker op 11 en René van Noord op 12. Gaan we eventjes heel snel doorspoelen. Want waar hebben we de leider? Daar is Bram Beelen. En is dit wellicht de slotronde? Of moeten we hierna er nog één? Dat is nog even afwachten. Het kan Bram Beelen, als het aan hem ligt, niet zo heel veel schelen. Nou, als het aan hem wacht, dan was hij nu gewoon afgevlacht en was het prima. Pakt hij de 25 punten en dan pakt hij 3 overwinningen uit 3 tourwagenraces. En is het toch weer die Bram Beelen die met zijn naam op de voorpagina komt. Komt hij dan nu uit de laatste bocht en is dit dan ook daadwerkelijk de laatste bocht? Er wordt geknipperd, jazeker. Bram Beelen wint hier race 1 op Andersdorp voor Mark Vermeer op positie nummer 2. En Jan-Wim Ensing pakt nog de laatste fase, het laatste podiumplekje van Mark de Vries. Ongelooflijk zeg, is dat dan toch een bandenprobleem? Moet dat daadwerkelijk ook wel zo zijn? En Jan-Wim Ensing pakt dus die derde positie over. Toch nog wat last in het drama, zoals ze dat zo mooi noemen. Giel de Haan uiteindelijk op positie nummer 5 voor Arjan Been, die dus een... Een eerste tik uitdeelt aan Rutger Mahuur, die het wellicht aan zichzelf te danken heeft. Is niet helemaal waar, maar Giel de Haan die hem een tik verkocht bij het aanremmen. Kijken of daar wellicht nog protesten voor worden ingestuurd. Beste Wobbers op 8, hij mag zo dadelijk dus vanaf pole position gaan starten. Eindigt in deze race voor Jan Veenstra. Wilco Smit op P10, Marcel Dekker op 11, Ger Heuts op 12. René van Noord wordt uiteindelijk 13e. Voor Robby Bouchon, die zojuist gefinished is. Jos Vrieman, ja, jammer. Had een goede kwalificatie. En uiteindelijk na de eerste bocht reed hij op P3. Maar toch wat fouten zorgden ervoor dat hij als P15 eindigde. Maurice Sonnig op P16 en Jos van der Sterren op P17. Ger Peters 18e voor zijn teamgenoot Twan Capelle. André Jansen wordt uiteindelijk 20e voor Jesse Doornbusch. Bram Kuipers wordt, 22e. Voor Nico Kuitums en dat is de man die als laatste over de streep gegaan is. Is het afwachten voor de hoofdrace, of de tweede race. We rijden zo dadelijk weer 15 rondes. En we hebben in ieder geval al één keer een champagne spektakel. En dat is Bram Beelen die hier het grootste feestvark is. We gaan zo dadelijk verder met race 2. Tot zo.
Welkom terug hier bij SRVN met de tweede race op het circuit van Andersdorp. Gaan we ons klaarmaken en we hebben nog 40 seconden te gaan voordat de heren gaan starten. Race 2 dus, wederom 15 rondes onder fraaie weersomstandigheden. En is het de omgekeerde startgrid die we nog wel kennen. En is het Wester Bobbers die op dit moment die pole position mag innemen. En heeft daarom zijn achterwielaandrijver zeer waarschijnlijk het voordeel voor Rutger Mahu, Arjan Been en Giel de Haan. Maar laten we kijken naar de start, want ik ga ervan uit dat dat redelijk snel gaat plaatsvinden. En let op de BMW's, want die gaan altijd in de basis snel van hun plek af. Wacht op de lichten. Die aangaan. En is het wachten tot de lichten weer uitgaan. En dan is het tijd voor 15 rondes op het circuit van Andersdorp. Daar zijn ze onderweg. En het is veel wielspin aan boord bij Wester Bobbers. Maar hij is vrij onderweg. Goed onderweg. Met zijn koplampen zelfs aan richting de eerste bocht. En gaat het dan ook allemaal goed in die eerste bocht? Zagen we in race 1 dat het niet altijd zo het geval was. De snellere jongens zitten natuurlijk achterin. En daar moeten we natuurlijk in eerste instantie gaan opletten. Ja, er is al veel positiewisselingen geweest. Want Bram B. op dit moment al op B6 heeft dus al twee plekken goed gemaakt. Rijdt op dit moment dus achter Mark de Vries. En is dat dus eigenlijk eens een keer omgedraaid wat hij graag anders had willen zien. Maar Bram Beelen die daar heel erg dwars gaat zegt, wordt daar bijna achter zijn voren getikt door Giel de Haan. En pakt die positie dan dus ook over. En rijdt dan op zijn beurt vlak voor Jan-Wim Enzing. En wat zou Jan-Wim Enzing toch heel graag die Bram Beelen een keer voorbij willen gaan. Zie ik daar een BMW achter zijn voren gaan en is dat... dat gaan we even kijken. Wie is dat? Is dat dan toch... Ik ben bang dat het, jawel, Jos Vrieman was. Ik ken het al aan de zijkant. Ik durf het nog niet met zekerheid te zeggen. Maar dat betekent dus dat het weekend wat zo goed begon en zo slecht eindigt. En dat betekent ook voor Maurice Zondag, die op dit moment op de P22 rijdt. En dat is zeker niet iets waar hij tevreden mag van zijn. Zo, is dat... Dat lijkt mij niet helemaal te kloppen, dat René van Noord op dit moment... Nee, dat lijkt mij een stuk dat René van Noord op dit moment aan de leiding ligt. Volgens mij is de computer een beetje in de war, want ik denk dat dit het gevecht om de... Nee, dit is het gevecht. Dit is het gevecht. Rutger Mahu rijdt op dit moment aan de leiding voor Wester Bobbers, die dus een fout gemaakt heeft. Sorry, excuses daarvoor, maar je zag het onder in beeld. Klopt er niet heel veel van onze tijdwaarneming, want René van Noord wordt hier aan de... leiding gegeven, maar dat lijkt mij stug, omdat hij nog zeker niet bij start-finish is. Goed, dit is dus de leider in deze wedstrijd. Rutger Mahu voor Wester Bobbers, Arjan Been, Mark de Vries, Giel de Haan en Bram Beelen. Jan Mensing die niet kan volgen en eerder in de spiegels moet gaan kijken voor deze Jan Veenstra. Die dus op dit moment op de P8 rondrijdt, die zich op dit moment niet verremt. En Bram Beelen, ja, die vreet zich op, want die wil heel graag, terwijl daar een fout gemaakt wordt. Het is daar... dat is handig. Waarom zien we dat net niet? Het is Rutger Mahu. Vanaf de leiding is hij dus van de baan geschoten. En dat is toch jammer, want dat betekent dat hij weer een fout gemaakt heeft. In race 1 was het al het geval. En nu geeft hij gewoon een potentiële overwinning uit handen. En valt helemaal terug naar positie nummer 11. En dit heeft hij dan toch echt wel aan zichzelf te danken. Jammer om te zien, want hij had zomaar de eerste overwinning van Team Honda for You. Kunnen behalen. Is hij teruggezakt naar positie nummer 11, maar krijgen we nog wel veel inhaalacties. Moet wel, want deze Bram Beelen kan op dit moment zeker niet tevreden zijn met een positie nummer 5 achter Giel de Haan dus. En is het Wester Bobbers dus aan de leiding. Mooi om te zien hoor. Het zou toch mooi zijn als Wester Bobbers een overwinning zou kunnen behalen hier in de Tourwagens. Maar ja, wat ben ik daar vroeg mee, want we zitten net in ronde nummer 2. Maar ja, hij is nu wel on-air. Op positie nummer 1 in een officiële SRVN-race. Rijdt daar vlak voor Arjan Been. Die op zijn beurt toch wel een vorm van tempo heeft. Hoor, in het team Honda for You race team. En als het aan Arjan Been ligt, gaat hij zo snel mogelijk die Wester Bobbers voorbij. Gaat het misschien hier al gebeuren. En hoopt Arjan Been erop dat hij de rest een beetje tegenhoudt. Had daar wat krappe lijn. Had daar wellicht beter kunnen wachten. Want Mark de Vries kan daar weer van profiteren. Heeft een veel betere exit. En zit hem hier ook vol in de slipstream. En... kan Mark de Vries wellicht de overwinning pakken die hij zo graag in de hoofdrace had, in de eerste race had gewild. Ik heb het toch in mijn hoofd zitten dat het een hoofd- en een sprintrace is, maar het is gewoon niet zo. Ze hebben gewoon twee races van 15 rondes. En we kunnen weer een mooie race verwachten hoor, want race 1 was al mooi en nu deze openingsfase is al heel mooi. Met Arjan Been aan de buitenkant dus.
Althans, daar kwam hij eruit en dan komt hij dus nu aan de binnenkant. Er zomaar voorbij en hebben we dus een nieuwe leider. Wester Wobbes die het niet kan volhouden met zijn BMW die het toch wat lastig hebben. En zorgt ervoor dat de voorwielaanrijvers een voordeel ervan hebben. Mark de Vries gooit hem zomaar aan de binnenkant. En dat betekent dat je wel erg veel vertrouwen moet hebben in die voorkant van de auto. Dat je niet met onderstuur eraf gaat. En is het een kwestie van tijd? Is het niet een kwestie of Mark de Vries er voorbij gaat? Maar meer van wanneer? Wester Wobbes die op zijn wel probeert aan te haken, maar dit lijkt me een moeilijk verhaal. De voorwielaandrijvers die het hier flink makkelijker lijken te hebben dan de BMW's. Giel de Haan die daar wat wijd gaat en heeft op zijn beurt nog steeds Bram Beelen achter zich. En dat is altijd leuk om te zien dat je niet geheel kansloos bent als er snellere jongens achter je aan zijn. Er is wat geduwd en getrokken en alles en nog wat. En is het duidelijk dat Mark de Vries daar voorbij is en ook daar een kleine tik gegeven wordt aan Bram Beelen die daar een kleine tik uitdeelt. Maar wel op zijn beurt aan de binnenkant Giel de Haan voorbij is. Giel de Haan die dus een positie moet afstaan aan Bram Beelen. En Jan-Wim Enzing die op zijn beurt weer heel dicht achter, achter die groep rijdt. Maar ook weer Jan Veenstra achter zich aan heeft. Het is een soort mierenhoop die lekker zich van links en rechts beweegt. En het is soms moeilijk om bij te houden, maar fraaie raceactie. Dat moet toch zeker gezegd worden. Jos van der Sterren. Nou, had in de eerste race ook weer een drama race. Hopen we dat hij deze race wat meer punten kan gaan scoren. Hij rijdt op dit moment op positie nummer 10. Rutger Mahu. Ja, helemaal teruggezakt naar P15 voor Maurice Zondag. Wat is er met deze twee heren aan de hand in? Anders dan ik wil het totaal niet. In ieder geval niet van deze Maurice Zondag. Die, zoals eerder gezegd, P2 pakte in Zandvoort in de tweede race. En nu gewoon, race 1 was ook gewoon slecht. En dat kan een eigen fout geweest zijn of wat dan ook. Maar het is niet goed voor het kampioenschap. En Bram Beelen, zijn teamgenoot, die moet er helemaal gek lachen. Als als de concurrentie gewoon punten laat liggen, om wat voor reden dan ook. En zeker deze Jos Vrieman, die loopt ook gewoon behoorlijk achter ten opzichte van André Jansen. En dat betekent dat er wel zeker meer fouten zijn aan het adres van Jos Vrieman. Jammer om te zien, want hij is in de basis gewoon een hele snelle rijder. Sterker nog, na de kwalificatie was hij de allersnelste BMW-rijder. En dan is het jammer om te zien dat hij dan nu rondrijdt op P23. Terug naar de kop van het veld. Arjan Been dus, die wellicht dus op jacht kan gaan naar een eerste overwinning van het Team Honda for You Racing Team. Maar ja, dan moet hij wel deze Mark de Vries achter zich houden. Ja, en hoeveel rondes moet hij dat nog doen? Als er zoveel actie is, dan kan het zomaar zijn dat we al heel veel rondjes verder zijn. En we zitten op dit moment in ronde nummer 4. Rijden we mee met Mark de Vries. Ja, hij is duidelijk bezig hoor. Wil heel graag die positie overnemen. En wil heel graag ook die 25 punten mee naar huis nemen. Na zijn toch wat teleurstellende slot. Toen hij eerst Mark Vermeer aan zich voorbij moest laten gaan. En in de slotfase, zelfs in de laatste bocht denk ik. Ook Jan-Wim Enzing aan zich voorbij moest laten gaan. Daar een klein foutje van Arjan Been. En dan wordt hij meteen verdedigd. En dat is zijn goed recht. En het moet misschien ook wel, want Mark de Vries is er. Die wil gewoon die positie pakken. Dat is duidelijk. Het gaat om de overwinning in race nummer 2 op Anderstorp. En zij zijn met z'n tweeën los van Bram Beelen. Die dus, als het aan Mark de Vries ligt, dan gaat hij heel snel die Arjan Been voorbij. En hoopt hij dat Been op zijn beurt Beelen kan tegenhouden. En dat kan nog een leuke slotfase worden. Bram Beelen die daar dus op de achtergrond. Is dat dan Giel de Haan, denk ik? Ja, Giel de Haan die daar achteraan rijdt met Jan-Wim Enzing. Die toch niet het tempo lijkt te hebben om aan te kunnen vallen. Jammer om te zien dat Jan Veenstra een aanval wil plegen op het, of aan het adres van Wester Wobbes. Gaat het hier nog niet gebeuren. Mark Vermeer die laat kan remmen. Hadden we net al kunnen constateren dat de Seat goede remmen heeft. En daarmee ook wellicht wat plekken kan gaan goedmaken. In ieder geval meters kan goedmaken. Mark de Vries zit, we zagen hem zelfs niet eens. Die zat zo dicht achter het Team Honda for You.
dat van Arjan Been, dat we hem dus niet eens zagen. Gaat er wel wat wijd. Nou, je moet er toch wat andere lijnen proberen te rijden. En moet dan te proberen. Kijk eens, bijna vierwiel driften. Mark de Vries die wellicht wat bandenproblemen had bij de slotfase van race 1. En nou snap ik wel eens misschien waarom. Als hij zoveel vraagt van de Seat, dan kunnen die banden dat nooit volhouden. Maar ja, alles is geoorloofd. Je wil nu die koppositie pakken. Je wil nu het ook zo snel mogelijk doen. Want als je heel lang laat blijken waar jouw sterke punten zijn en waar de, en dus jouw tegenstander kan zien wat de zwakke punten van hemzelf zijn, en je profiteert er niet heel snel van, dan kan hij zich daarop anticiperen. Kan hij verdedigende lijnen rijden op de punten waar het moet. Kan hij net eventjes de auto opvangen waar het moet. En dat zorgt er dus voor dat je als Mark de Vries zijnde niet meer je tegenstander kan gaan verrassen. En dat is zeker in zijn nadeel. Want kijk eens, daar is hij al hoor. Bram Beelen daarachter in de opvallende RMS Holland F1 Cars Racing Honda. Kan hij wellicht zich gaan mengen en er een trio van maken om het gevecht hier op het circuit van Anderstorp. Mooi hoor, mooi kampioenschap. Dus het Tourwagenkampioenschap hier bij SRVN. Het enige kampioenschap waarmee we met race 07 rijden. En dat geeft dus ook weer aan dat we met SRVN niet alleen maar de oogkleppen op hebben op R-Factor, maar ook race 07. En wellicht in de toekomst nog wel andere simulatoren. Ja, wil je meedoen hier bij SRVN, dan kan dat natuurlijk gewoon. Voor meer informatie ga dan naar www.srvn.nl. Dan kom je op de frontpage met genoeg nieuwtjes en genoeg wedstrijdverslagen. En bij het forum kun je dan jezelf aanmelden. En dan kun je zonder enig probleem... Mag ik mijn verhaal niet eens afmaken, heren. Mark de Vries die een tik uitdeelt bij Arjan Been. En lijkt er bijna op dat Arjan Been daarmee zijn leiding verloor. Is het op dit moment nog niet het geval. Maar Mark de Vries die heel gauw en heel snel toch die Honda voorbij wil. Want daar is Bram Been alweer. Nou goed, je ziet het. Genoeg actie. Doe vooral mee. En dat kan. Want je kan als gastrijder gewoon een maand gratis meerijden. In bijvoorbeeld deze tourwagenklasse. Maar ja, die tourwagenklasse staat hier meer aan de binnenkant. Gaat het hier nou gebeuren? Kleuten daar in de portier. Ja, hoort er wel een beetje bij, maar het is nog wel redelijk hardhandig. Maar de acceleratie en de tractie is beter te noemen. Moet opletten, Belen daar aan de binnenkant. Raken elkaar daar. En dan heb je toch geluk dat je een voorwielaandrijver hebt. Weer een tik. Maar als het een BMW geweest was, dan was Mark de Vries al lang aan het zandhappen in de eerste bocht. Maar rijdt op dit moment nog steeds op positie nummer 2. Maar moet hij echt volledig in de spiegels gaan kijken. Want Bram Belen heeft het gat gedicht. En Arjan Been denkt, ik ben weg. Ik wil nu heel snel wegrijden met mijn Honda. En wellicht zo die overwinning kunnen pakken. Want ja, als je in gevecht bent, dan verlies je in de basis toch wat tijd. Mark de Vries is zich wat verrent en gaat het dan daar toch gebeuren? Daar zit iemand aan de binnenkant. Bram Belen naar positie nummer 2. Profiteert van het feit dat Mark de Vries een foutje maakte. En is het op dit moment zo dat Arjan Been aan de leiding hebben voor Bram Belen en deze Mark de Vries op positie nummer 3. Goeiedag, wat een race heb je weer, zeg. Race 2 dus op het circuit van Anderstorp. Je ziet het, genoeg acties hier in de tourwagens. Wil je daar ook deel van uitmaken, dan kan het. En, mocht je meer een open-wheeler liefhebber zijn, dan kan dat natuurlijk ook. Met de Formule 1 en de Formule Renault. En hou je van het echt brute geweld, dan kun je ook nog in de GT's aan de slag. Maar goed, meer informatie vind je op www.srvn.nl. Genoeg schaamteloos geplucht. Gaan we weer verder naar de actie op het circuit met deze Mark de Vries. Die dus, ja, toch wellicht wat te veel van zijn banden gevraagd heeft. Kan niet direct aanhaken bij Bram Belen. En is het wellicht een kwestie van tijd dat Belen een aanval kan gaan inzetten op de koppositie van Arjan Been. Daarachter zagen we Jan de Mensing, toch op een vierde positie. Is niet wat hij ervan verwacht had. Uiteindelijk nog wel een podiumplek kunnen, ja, in de wacht kunnen slepen na race nummer 1. Maar op dit moment dus net buiten het podium. En dat gaat hem ook punten kosten. Mensing die op dit moment op de derde positie, voorafgaat aan deze avond. Op de derde positie stond met 33 punten. Krijgt daar natuurlijk 16 bij. Dan Mark Vermeer daar wat wijd gaat. Wat zich verremt bij het zwaarste aanrepunt bij het einde van het lange rechte stuk. Maar dat hebben we van meer mensen gezien. Marcel Dekker op P9 is op jacht wellicht naar de positie van Wester Wobbes.
En is dat een goed resultaat dan voor Marcel Dekker? Laten we kijken wat hij gedaan heeft in de race, in de races op het circuit van Zandvoort. Zet hem hier aan de binnenkant en pakt hem daar ook gewoon. B8 voor Marcel Dekker. Geeft daar een klein raak elkaar. Dat hoort er gewoon allemaal bij van Westerwobbes. Maar Marcel Dekker dus op P8. Laten we even naar hem kijken. Eindigt als zevende in de race nummer 1 op het circuit van Zandvoort. En vervolgens als... 9 op in race 2, terwijl we zien dat Jos Vrieman het spel verlaten heeft. En dat is jammer om te zien. Wellicht heeft hij zijn auto totaal afgeschreven. Buiten beeld van de camera's. Maar hij is in ieder geval uitvaller. Laten we maar snel gaan kijken, want jawel, het gat is helemaal gedicht. Bram Beelen, die ja, toch ook Mark de Vries achter zich aan heeft. En als daar Mark de Vries ligt, gaat Arjan Benen Beelen heel erg moeilijk gaan maken. Ik wil even kijken welke ronde we zitten. Want voor hetzelfde geld zijn we al bijna richting de slotfase. We zitten in ronde nummer 9. Dat betekent dat we nog 6 rondes te gaan hebben. Snel terug naar de actie op het circuit. Want dat willen we natuurlijk allemaal zien. Hier op deze donderdagavond bij SRVN Bram Beelen bij het aanremmen. Van Renate Langrechterstuk. En is het Arjan Been die toch heel graag die overwinning... wil pakken. Hier in de tweede race van de Stoop Elfond. Wat pech weekend had in Zandvoort na een uitvalbeurt in de eerste race. Toen er te weinig brandstof in de Honda zat. Had het eventjes over tijdens de vrije training. En in race 2 uiteindelijk als vierde zou eindigen. En zou je met een overwinning behoorlijk wat punten gaan pakken in de stand om het kampioenschap. Arjan Been op dit moment, hij voorafgaat aan deze avond op die negende met de 13 punten, dus er mag best wel wat bij komen. Maar dan moet hij wel deze Bram Beelen van zich afhouden en dat is zeker niet de minste. Lijkt zich wel wat te verremmen en ja, is het toch Mark de Vries die toch wat moet, die toch weer lijkt aan te kunnen klampen. Laten we even meerijden bij Mark de Vries. Ja, mooi hoor om dit trio zo te zien. Ze zijn met z'n drieën ja, los. Van Jan-Wim Mensing die dus erachter op P4 volgt. Nou, zijn er nog wat meer gevechten op de baan? Nou, Michiel de Haan en Mark Vermeer en Jan Veenstra zitten relatief ver van elkaar vandaan. Marcel Dekker en Westerwobbes rijden relatief ver van elkaar vandaan. Jos van der Sterren op P10. Maurice Zondag, ja, die vecht zich toch wel even terug naar positie nummer 11. En heeft daar Rutger Mahu vlak bij zich. En ze zitten de hele race eigenlijk bij elkaar. Was het zojuist wel andersom. En is het Zondag die dus toch het tempo lijkt te vinden in de BMW. En dan is het dus voornamelijk wat fouten geweest. Of wellicht het incidenten met andere rijders dat ervoor zorgt dat hij in de openingsfase toch weer ver teruggezakt was. Dan hebben we het al over race 1. Waardoor je in race 1 ook slecht eindigt. En dan ook weer slecht moet beginnen. Ja, dan loop je de hele avond al achter de feiten aan. Op dit moment dus op positie nummer 11 en dat is kostbaar voor de man die op dit moment op de tweede positie in het kampioenschap staat. Ja, je moet kijken, goed om te ja, heel spectaculair om te zien hoor, die BMW die dan wegbreekt. Maar het is zeker niet sneller en dat zorgt ervoor dat Arjan Been er dicht achter zit. Ja, ik ga toch heel, ja, sorry voor mensen die graag ook andere gevechten willen zien, maar ik wil toch ook even naar deze kop van het veld kijken. Want ja, in welke ronde zitten we nu inmiddels? We zitten in ronde nummer 11. En dan denk ik nog 4 rondes te gaan. Nou, dat betekent dat... dat is een hele simpele opdracht wat dat betreft voor Arjan Been. Maar dan moet hij niet te ver gaan. Snel het beeld terug, want Arjan Been die wat te ver gaat bij het aanremmen van het beruchte aanrempunt naar het achterste rechte stuk. En het leek er bijna op. Het leek er echt bijna op dat
Bram Beelen die positie wist over te nemen. Is het op dit moment niet het geval, maar Arjan Beelen die kan het zich zeker niet veroorloven om nog een fout te gaan maken. Dan is het ofwel Beelen en misschien ook zelfs Mark de Vries die als kaper op de kust is. Beelen die daar weer een wat wijdere lijn lijkt te pakken. Maar kijk eens wat je daarmee wint. Dan heb je een hele goede exit en is het wellicht de alternatieve lijnen omdat... Omdat de banden toch wel richting het einde van een latijn zijn. En is het toch een kwestie van bandenmanagement om even een heel fout woord erin te gooien. Wie kan er het beste met zijn banden omgaan? Als je voornamelijk in de openingsfase heel veel van je banden gevraagd hebt, dan ga je daar nu tegenaan lopen. Iets wat Mark de Vries in de openingsfase had in race 1 toen hij Bram Beelen volgde. Eigenlijk precies hetzelfde zoals nu. Toen ging het om de koppositie. Maar kon daardoor in de slotfase zeker niet meer meekomen. Dan is het ook weer van belang hoe dat in deze race gaat. We zitten in ronde nummer 12 op dit moment. Dat betekent dat we nog 3 rondes te gaan hebben. 3 van. En misschien nog wel 4 als je Jan Mensing meetelt. Maar in ieder geval deze 3 mannen met nog 3 rondes te gaan op het circuit van Andersdorp. Wie gaat er winnen deze 4e race in het kampioenschap van het SFWN Tourwagen seizoen 2012? Arjan Beelen die daar wat bijna dezelfde fout maakt als dat hij de vorige ronde deed. En dat is iets te veel op de curb komen, waardoor de kont wegspringt. En waardoor je wat minder tractie hebt en minder snelheid mee kan nemen de bocht uit. En dat kan met een auto die hemelsbreed 12 meter achter je aan zit. Toch voor een positiewisseling zorgen. En in dit geval de leiding in de race. Daar is het Mark de Vries die iets te veel risico neemt bij het uitkomen van de bocht. Verliest daar niet heel veel tijd mee. Is de directe druk bij Bram Beelen er wellicht wel af. Maar moet dan wellicht rustig aan gaan doen. En kijken of hij in ieder geval de auto op het podium kan zetten. Iets wat hem dus in de eerste race niet lukte. Omdat de man die op dit moment achter hem rijdt, Jan Mensing op P4, hem in de slotfase nog pakte. Een podiumplek voor Mark de Vries is natuurlijk altijd mooi. Alhoewel hij er waarschijnlijk zelf anders over denkt. En dat is alleen maar goed. Dan komen we nu, naar mijn weten, in ronde 13 uit. En dan hebben we nog 2 rondes te gaan. Kan Arjan Beelen dus volhouden? Dat is de grote vraag. 37,8 werd er ooit gereden. En nu zijn we een kleine 2 seconden langzamer. Dat geeft dus wel aan dat die banden toch zeker het beste wel gehad hebben. Duidelijk hoor, er zijn bepaalde secties van de baan waar Bram Beelen wat beter de bochten uit kan komen ten opzichte van Arjan Beelen. Natuurlijk is het als aanvallende rijder makkelijker dan als verdedigende rijder. Je kan als achterligger je aanpassen aan de lijnen van de man voor je. En je moet toch, als Arjan Beelen zijn, dan moet je op alles berekend zijn. Je wil niet te veel een verdedigende lijn rijden, maar je wil ook weer niet te veel ruimte houden. Waardoor je de kans geeft aan Bram Beelen om in te halen. Ook weer andere lijnen hier. Arjan Beelen die wat eerder instuurt. En dus wat slechter uitkomt. En Beelen die het andersom probeerde. Maar toch niet zo goed als dat hij dat de vorige keer deed. En is het toch weer Mark de Vries die dichterbij kan komen. Kleine peremactie van Beelen. Wat ervoor zorgt dat Been iets, maar dan ook echt iets meer ademruimte heeft. Maar het is gewoon heel spannend. En als ik het goed heb. Gaan we zo dadelijk de laatste ronde in? Of ik heb me echt behoorlijk verteld en zal dit de laatste ronde al zijn? Dat zal toch wel niet. Denk ik, ga ik eerlijk gezegd vanuit dat dit de laatste ronde is. Dan ga ik dat nog eventjes dubbel checken. Jazeker, dit is de laatste ronde. En is het dus nog maar 4 kilometer voor deze Arjan Beelen. Moet hij hier geen fout maken bij het aanremmen van de herpin. Want daar, hier op dit gedeelte, daar is Beelen erg goed hoor. Beelen zal op zijn beurt natuurlijk het gat willen dichtremmen. Kijk, dat zagen we ook gebeuren. Heel veel risico. Maar moet je eens kijken zeg, bijna een vierwiel drift door Bram Beelen. Maar toch wel op een of andere manier tijd kon goed maken. En rijden we even met hem mee. Want dit is de laatste mogelijkheid voor Bram Beelen. Nog een halve ronde te gaan.
Kan Arjan Been het dus volhouden? Kan Bram Beelen wellicht nog een fout veroorzaken bij Been? Of is het toch zo dat de banden van beide heren zoveel hebben geleden dat er een echte inhaalactie wellicht onmogelijk is? Deze bocht. Nu gaat Bram Beelen het anders doen. Gaat er harder in en zal hier wat tijd verliezen. En dat is misschien wel het voordeel van Been. Maar dan moet hij niet te ver uitkomen. Lijkt het ook wat er gaat gebeuren. En nu is er toch wel een verdedigende lijn wat er gepakt moet worden door Arjan Been. Want Beelen gaat hem ertussen zetten hoor. Beelen gaat hem er zeker tussen zetten. Daar wordt een halve verdedigende lijn aangehouden door Been. En dat is wellicht voldoende. Klein tikje bij het aanremmen. Maar ja, het zit nog heel erg dicht bij elkaar. En dit is ook een heel ingewikkelde bocht. Als je hier nou heel hard uitgaat, en dat gaat Mark de Vries doen, kom je aan de buitenkant uit. En dat betekent aan de binnenkant zo. Bij de laatste bocht gaat Mark de Vries dat doen. Verdedigende actie, wordt daar wat geduwd en getrokken. En dan wordt Bram Been aan de buitenkant geduwd. Maar het is deze man, Arjan Been, wint hier de tweede race op het circuit van Andersdorp. Mooi gedaan hoor. Geen foutjes gemaakt. En uiteindelijk toch de winnaar hier van deze tweede race voor Bram Beelen. Die dus eens een keer niet wint in de Tourwagens. En dat mag ook nog eens een keer gezegd worden. Maar ja, als je niet wint, word dan maar tweede. En dat is alleen maar mooi, want zijn directe concurrent Jan-Wim Ensing wordt vierde. Mark Vermeer eindigt uiteindelijk als vijfde voor Jan Veenstra, die een goed raceweekend achter de rug heeft. Had wellicht in de eerste race wat meer kunnen hebben als hij die fout niet gemaakt had. Jos van der Sterren toch netjes op P7 en flink wat punten in de wacht gesleept. Voor Marcel Dekker en Giel de Haan, die dus wat teruggezakt is naar P9. Maurice Zondag vinden we dan op positie nummer 10 voor Bram Kuipers op de 11e stek. En Wechter Wobbers die reed ooit aan de leiding in deze race en eindigt uiteindelijk als 12e. Voortwan Capelle als 13e, Ger Heuts 14e, Rutger Mahu. Ja, een avond wat anders had kunnen zijn voor deze Rutger Mahu. Reed nog aan de leiding in het begin van deze race en uiteindelijk als 15e gefinished. Wilco Smit als 16e, Robbie Besson 17e, René van Noord 18e. Ger Peters vindt uiteindelijk op de 19e plek. Nico Kuitems op P20 en André Jansen als 21ste. De man die als laatste eindigt in deze race, ja, dan moet er iemand zijn, is Jesse Doornbusch. Goed, iedereen is gefinished. Het team van Team Honda for You mag erg blij zijn. En terecht ook, want zij winnen deze tweede race hier op het circuit van Andersdorp. Het verschil uiteindelijk 1,3 seconden, lijkt heel veel. Maar ja, dat kwam ook door Mark de Vries die een do-or-die actie probeerde bij Bram Beelen. Lukte bijna, maar uiteindelijk lukte het ook gewoon niet. Goed, dit was het dan denk ik maar. De volgende race in deze Tourwagenklasse is op het circuit van Hockenheim op 15 maart aanstaande. Bedankt voor het kijken, tot een volgende keer.